De Maeli Purper Hartsuite Watara, dat jaarlijks in een grote kappa op het plein aanwezig is, staat er dit jaar voor de 29ste keer. De Federatie voor Afrikaans Renamang staat zo een 27 jaar ook als ondersteuning achter. En de laatste jaren na het overlijden van Maeli Purperhart, zegt Eman Wijngaarde, voorzitter van Federatie voor Afrikaans Renamang. Hij geeft aan hoe het haast op afgelopen jaar is verlopen voor de organisatie. Voor heel Suriname was het niet geweldig. En ook voor ons, we zijn ook deel van de samenleving, was het niet geweldig. We konden heel wat dingen niet doen. En het is een sober jaar. Maar ook, we maakten ons zorgen ook met al die verschillen van mensen, al die tegenstrijdigheden onderling. Die samenhorigheid is geknaagd eraan. En in Suriname, ik vind dat we een stapje achteruit gegaan zijn in plaats van vooruit. Daarom zou ik de mensen echt willen oproepen, laten dit jaar, het einde van dit jaar, al dat gevecht onderling, het etnisch gevecht. En de regering roep ik ook op om daarmee rekening te houden, om dingen niet te voeden. Waardoor we iets ontwikkelen naar, dichter naar elkaar toe, maar niet uit elkaar. En dat is mijn wens, dat we met deze Suidwatara van het jaar al die nare dingen, nare inzichten, nare aanpak wegwassen en dat ruimte openlaat, dat we breed inzichten krijgen voor eenheid en samenhorigheid. Waar politieke mensen uit elkaar drijft, doet cultuur juist het tegenovergestelde, namelijk mensen dichter bij elkaar brengen. Borga Breveld, die naar Zeggen voor het eerst een Suidwatara nam, noemde het heel verfrissend en gaf daarbij een passende boodschap door. Dus cultuur of beschaving levert altijd een hele positieve bijdrage. Daarmee willen we doorgaan. Daarna hebben we ook die Black Civilization Day. Voeren ook al 27 jaar uit. Gewoon dat stukje, je cultuur, je beschaving, is je identiteit. Het versterken van je identiteit. Op het moment dat je dat loslaat, dan ben je net een boom zonder wortels. Dat het goed gaat met ons, dat het goed gaat met Suriname vooral. En het is de eerste keer dat ik Owasi neem in mijn hele leven hoor. Het is apart, het is lekker. En ik denk dat ik verlichting voel. Daarom heet het een Suidwatara in vier Suidie. Ja, mijn vier Suidie. En ik denk dat we voor dit land alles op alles moeten zetten om het in goede banen te leiden. En dat het goed komt, want het is nu niet goed, met Suriname. Check. We wensen alles maar. Wang boon nieuwjaari, wang gelukkig nieuwjaar, een voorspoedig nieuwjaar en dat het u allemaal goed mogen gaan. Volgend jaar in 2023 staat de kappa met Suidwatara er 30 jaar onafgebroken op het plein. Met daarbij 28 jaar ondersteuning vanuit de Federatie voor Afrikaans Renamang.